Wesley, eerste keer hier in het Koning Willem II Stadion speel je je eerste wedstrijd. Ja. En gelijk een assist. Ja, ja, dus, ja, heel veel mooier kan denk ik niet. Ik was super blij dat je hem binnen schoot. Ja, ik denk ook dat daar een reactie te zien was. En het publiek ging los, dus het was prachtig. Ja, ik denk dat het een mooie officieuze debuut is, om het zo te zeggen. 1-0 achter, nog om kunnen draaien naar een 2-1 winst. Dus ook al is het een oefenduel, is dat natuurlijk hartstikke lekker om bij je debuut natuurlijk de winst te pakken. Ja, het is toch spannend, maar toch, ja, daar heb ik al die tijd voor gestreden en mijn best voor gedaan. En dan, als je zo beloond mag worden, vind ik het prachtig. Ook van Willem II dat ze jeugdspelers meenemen. Ik vind het heel mooi van Willem II. Ja, neem ons mee even naar je assist. Neem ons mee, wat zag je? Ja, ik kreeg eigenlijk de taak om iets verdedigender te spelen. Maar die positie werd op dat moment overgenomen, dus ik kon iets meer naar voren. En dan kreeg die bal ingespeeld en ja, op zo'n moment moet je snel handelen. Ik zag hem doorlopen en ik gaf hem en hij viel goed en hij schoot hem mooi binnen. En dan, ja, vreugde. In hoeverre wist je al dat je ging spelen? Nou, ik kreeg gisteren op de trainingen bij het eerste kreeg ik te horen dat ik vandaag sowieso speelminuten ging maken. Dat zou rond de 30 of iets minder, iets meer zijn. Alleen, ik kreeg net voor de warming-up te horen dat het toch een hele helft zou gaan. Dus, ben ik hartstikke blij mee. Eigenlijk zou ik mijn eerste wedstrijd mee mogen bij de selectie tegen IJsselmeervogels. Maar die ging niet door, dat weten we allemaal. Dus toen gingen we trainen. Dat was echt al een hele mooie beleving om mee te trainen. En ik heb me proberen zo goed mogelijk te bewijzen. En toen kreeg ik een bericht dat ik inderdaad mee mocht trainen op trainingskamp. Daar hebben we ook een training gehad. En ik weet niet of het goed ging, maar ik heb mijn best gedaan in ieder geval. En daar hebben ze het denk ik ook gezien. En daardoor mochten we nog een training. En toen kreeg ik te horen dat we mee mochten. En heel veel mooier kan niet. Als je dat bericht krijgt, dan ben je zo blij. En dan is het helemaal mooi dat je minuten mag maken. Hoe was het om naast Victor te spelen ook? Nou, Victor is een oud bekende van me, dus die ken ik echt al jarenlang. Sinds dat ik ben opgegroeid kwam hij altijd naar Berg op Zoom waar ik woonde. We hebben een gezamenlijke vriend, daar was hij ook altijd. Dus Victor was geen onbekende voor mij. En dan om samen ook met Victor in het centrum te spelen en de winst te pakken is hartstikke mooi.